De eerste wedstrijd van het jaar is weer begonnen. Vandaag zijn we in Appelscha. We zijn bij de Verhoeven Groencross. Ja, het is een cross. We gaan het beleven. Ik ga richting de start. Ik ga een startnummer ophalen. En jullie zien mij zo. Nou, we hebben de start gevonden. We gaan beginnen. 8 kilometer crossloopje door het mooie bos van Appelscha. Ik zeg tot bij de start, jongens. Yo! Hartstikke mooi dat er zoveel deelnemers en dat we weer mogen, hè? Dat we weer mogen. Van wie? Van wie? En dankzij de gemeente Oost-Stellingwerf en het Stadsbosbeheer. Fijn dat we weer los mogen. Goed zo. Dank je.
Nou, we hebben alweer 2 kilometer in de zak zitten. Dus de eerste 1/4 van dit jaar, qua wedstrijd dan, is alweer geslaagd. Heerlijk. Nou, we hebben nu nog 6 te gaan. We lopen nu even heerlijk over het fietspad heen. Net was het alleen maar bos. Dus ik ben benieuwd wat we zo meteen allemaal tegenkomen. Ik denk dat het weer wat bos zal worden. Ik ben daar heilig van overtuigd. Jongens, je ziet me zo. En vergeet niet, hè, abonneren, subscribe. Over de 500 abonnees zit ik al. En het is gratis. Tot straks, jongens. Joho! Thank you.
Ja jongens, ik moet jullie even vertellen. Maar wat een wonderschone natuur hier. Het is toch, het ziet er toch weer prachtig uit. Al die mooie heidevelden. Kijk maar eens. Daar komen alle andere hardlopers al aan. Prachtig gebied hier. Appelscha. Ook voor wandelen, vakanties en andere leuke doeleinden. Een heel mooi gebied om je in te vertoeven. Nou, om onze pace niet verder op achterstand te brengen, gaan we nog even een stukje verder. Oh, ik zie een paar duinen aankomen. Gezellige run dit hoor. Heerlijk. Jongens, tot straks. Watch me.
Like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act. It's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. Ach jongens, ik ben toch echt 100% aan het genieten hier. Voor mij even kijken op het horloge bij ja. We zitten op de helft. En ja, mooi open landschapje hier. Een orakel van genot, laat het zo noemen. Zonnetje is er alweer bij gekomen. Ah, heerlijk. Zonnetje schijnt ook weer lekker in mijn gezicht. Het is wel even wat pittiger dan de city runs die ik de laatste 2 weken gedaan heb. Het is allemaal kleine zandpaadjes. Heuveltje op, heuveltje af. Je kent het wel. Dit hebben wij vaker gehad. Zwaai, zwaai. Alle hardlopers rennen mij voorbij, want ik ben nu wandelaar geworden. Laten we dit maar even weer aanpassen. Ik ga weer een stukje rennen. En jongens, het valt wel mee. Minder dan 4 kilometer. En dan komen we alweer in de buurt van ons overheerlijke speciaal biertje. Wat zal ons vandaag meegebracht zijn? Nou, we gaan het zien over 3,5 tot 4 kilometer. Ik geloof dat het iets met een op hout gerijpt biertje moet zijn. Ik dacht dat alleen whisky dat was. Maar ik ben heel benieuwd. Jongens, tot straks. Yo! Two pieces in a pie.
Nou, we zijn het prachtig mooie heideveld weer uit. En nou is het op weg richting de finish. Want even kijken. Ja, bijna. Er zit een 5,9 kilometer. Dus we kunnen het einde alweer aanzien komen. Ja, ik ben een beetje buiten adem. Zoals je misschien merkt. Het is ook die heuvels. Ik kan er me niet aan wennen. En vooral dan door het slappe zand heen keuzelen. Ja, en dan omhoog, omlaag. Het gaat je eerst in de beentjes zitten. En dan in je opgebouwde straatconditie. Dus, maar ja. Ik heb trouwens ook geen drinkpasje gezien dit keer. Ik had toch wel verwacht dat er bij de 4 kilometer even een slokje water mee naar binnen mocht. Maar ja, het mag niet baten. Ik krijg er alleen maar meer dorst van. Lekker op hout gerijpt biertje. Nou, ja. Ik heb weinig meer te vertellen. Ik ben nog een beetje buiten adem. Maar ja, het is nog maar 2 kilometer te gaan. En dan hebben we hem alweer gehaald. Ik zeg tot zometeen. Ik denk tot aan de finish. Maar ja, zoals ik altijd zeg, bind me daar niet op vast. Misschien komt er nog een kleine pitstop tussendoor. Wij gaan weer. Hé jongens, abonneren hè. Abonneren, abonneren. Thank you.
are we kidding? We can pretend that we feel nothing, but if you game, I am willing. Are we kidding? Kidding?
met onze jeugd van de ploeg uit de Lemmer. En de Kost uit Appelschuimdiscipline. Neske Hoekstra uit het Tottenham. En natuurlijk Jan Rossing uit Emmen. Yay. Jan Rossing, 52 minuten en 7 seconden. En Jan loopt met een camera hoor. Jullie kunnen straks op internet kunnen jullie nou het hele parcours volgen. Jan Rossing, onze cameraman onderweg. Prachtig mooie opname. Voor Ali, Ali Pendra Leijwees, komt uit Oosterwolde, natuurlijk lid van de Loofsportvereniging. Heerlijk! Dit was hem dan. De 8 kilometer Verhoeven Groencross. Oh, ik ben ergens aan toe. Ik ben toe aan een hele bult vocht. Wij gaan nu naar afsluiting. Yo! Dat was hem dan, de allereerste wedstrijd van 2022. De Verhoeven Groencross in Appelscha. Het was een heerlijke loop, wel een pittige loop. Ja, veel loszand, heuvels. Het is maar te trotseren en wij hebben het gedaan. Ja, even de huishoudelijke mededelingen, zoals altijd. Vergeet niet jongens, ik heb nu al over de 500 subscribers. Mijn video's worden hartstikke goed bekeken. Dit maakt mij heel blij. Doe het zo door en druk op het belletje. Like de video. Abonneer, het is gratis. Subscribe heet het bij sommigen die hem in het Engels hebben staan. Ik hoop dat wij heel rap richting de 600 gaan. Nou, dan gaan we over naar het allerlekkerste van vandaag. En dat mag dan wel eens even weer zijn. Ons speciaal biertje. Wat hebben ze mij nou weer meegebracht? Ik zal eens even kijken. Een sterk, blond, Belgisch biertje. Het heet de Cornet. Oaked Smoked. Ik had het er onder de run al over. Een gerookt biertje. Ik zal hem even laten zien. Kijk jongens. Hier moet ik het mee doen. Even kijken wat er allemaal in zit. Een uniek blond Belgisch bier met een subtiele smoked smaak door toevoeging van gerookte eikenhouten snippers tijdens het brouwen. Oh mijn god, ik kan niet wachten. Nou, wij gaan hem eens eventjes openmaken. Even kijken hoe deze gaat plappen. Nee, het is nog steeds te koud buiten. In de zomer zullen we die mooie plapjes wel weer horen. Of als het boven de 15 tot 20 graden is. Oeh, ik heb hier echt heel veel zin in. Nou, we gaan het proberen. Zo. Dit is lekker bitter. Hij is, je proeft het gewoon wel, hè? Dat heerlijke stukje eikenhout wat erin zit. Oh. Oh ja. Dit is echt een aanrader. Van Brouwerij De Hoorn. Steenhuffel in België. Ja jongens, ik kan niet anders zeggen. De Cornet Oaked Smoked. Dit is de aanrader. Nu al. Heerlijk, heerlijk biertje. Ik zeg jongens, tot volgende week. Volgende week zitten wij bij de, als ik het goed zeg hoor, een hele mond vol. De Radsgaatsterloop. En dat is in Heerenveen. Ik hoop dat dat ook een hele mooie run gaat worden. Ik weet niet of die door of om Heerenveen gaat. We zien het vanzelf. En wij zien elkaar volgende week. Proost jongens. En geniet van de week. Ik ga hetzelfde doen.